meisjes. Hij heeft dus in dat stuk da 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 gecomponeerd. Een beetje als een ha 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 ha. Deze man die zoekt gewoon ruzie. Met Stalin. Wauw. Hij was aan het dansen op zijn graf gewoon. Welkom bij Classics, waarin rapper/producer Sor en anime/videogame-composer Bo Damian elkaar gek maken met hun favoriete componisten. Van de OG van Ambient tot de Kanye van de videogame-muziek. Elke aflevering pitchen ze elkaar de absolute legends van klassiek. Oké, Sor. Ben je ready voor een nieuwe episode? Yes. Niet van Dragon Ball Z, maar van Classics. Ik ga het hebben over de grootste rebel. Een van de allergrootste rebellen van de klassieke muziek. Dmitri Shostakovich. Zo. Ja. Zo. Zijn mond vol, vooral voor onze Nederlandse taal, zeg zo. Maar. Ja. Ze hebben gewoon Dmitri. Deze man, hè. Je weet, we zijn allemaal wel eens een soort beetje rebels geweest, toch? Naar je ouders toe. Maar deze vent, deze man, die zoekt gewoon ruzie met Stalin. De man die 20 miljoen mensen heeft vermoord. Heb je dan bals of heb je dan bals? Oh, ik twijfel of je dan ballen hebt of zeg maar geen brein. Ja, precies. Maar ik denk, ben bang dat het bij hem gewoon ballen is. Zou jij durven? Weet ik niet. Ik ben wel ook een beetje gek in mijn hoofd. Ja, dat snap ik wel, ja. Maar we gaan het hebben over een hele speciale man. Een man die overal tussen de regeltjes in heeft proberen te leven en proberen te componeren. De vrijheid die wij als componisten zijnde nu, of als artiesten zijnde, gewoon hebben. We kunnen alles doen wat we willen. We hebben niemand die zegt van, ja, je kan dit niet doen. Dit moet je doen. Dit mag je echt niet doen. Dat hebben we niet. Ja, misschien een manager of zo. Maar vaak ben je toch wel de baas over je eigen creaties en zo. Oh, ik heb er zin in, man. Ja, man. Oké, Dmitri Shostakovich, Rus en geboren in 1906. Begin vorige eeuw gebeurde er van alles in Rusland. Het land veranderde na de revolutie van 1917 ineens van een monarchie in een communistische heilstaat. Dmitri componeerde het ene na het andere stuk waarin hij het veranderende Rusland probeerde te vangen. Al snel kreeg hij het aan de stok met niemand minder dan Jozef Stalin himself. Dat was vrij gevaarlijk, want voor het minste of geringste stuurde Stalin je met het hele gezin naar een strafkamp in Siberië. Dat lot bleef Dmitri gelukkig bespaard, maar veilig was het niet. Hij bleef de grenzen van zijn artistieke vrijheid opzoeken. Met zijn 8e symfonie maakte hij een stuk over de gruwelen van de oorlog. Stalin had een kleine 40 miljoen mensen de dood ingejaagd. Maar de Sovjet-marketingafdeling spinde het liever richting heldhaftige zelfopoffering. Dmitri werd keihard gecanceld door de staat. Vanaf dat moment maakte hij alleen nog werken die werden goedgekeurd door Stalin. Zijn echte composities hield hij verborgen en openbaarde hij pas nadat Stalin overleed. Ondanks dit alles is hij altijd in Rusland gebleven. De binnenkant van de Gulag heeft hij gelukkig nooit gezien, want hij overleed gewoon thuis in zijn bedje op 68-jarige leeftijd. Zal ik maar gelijk een stukje spelen dan? Ja! Voor de mensen die het niet weten. Ik moet erbij vermelden dat het echt een banger is van André Rieu. Dus de meeste mensen die ooit een keer naar het concert zijn geweest van André Rieu. Nou, ik kan je al beloven, je herkent hem wel. Hier fok ik altijd op, dus ik ga het nu gewoon doen. En dan sluit hij, ja, dan sluit hij zo af. Ja. Het is een van de meest bekende waltznummers ever in de klassieke muziek. Iedereen kent het. Wat ik vooral heel erg leuk vind aan zijn kant, is dat hij heel erg best wel een feestelijk persoon is. Hij houdt heel erg van feestmuziek, dus je hebt de walt. Vrouwtje, mannetje, lekker dansen, weet je wel. Beetje overgeven, een beetje swingen. Ja, weet je? Ja. En dat is dus ook een kant van Shostakovich die superleuk is. Want hij hield ook erg van foxtrot muziek. En ik weet niet of je dat weet. Oh, dus shit. Voor de mensen die het eigenlijk niet weten, het is een soort van voorloper van jazz-achtige muziek. Het is gewoon party. Tempo. Het is gewoon lekker party, weet je wel. Gewoon lekker met z'n tweetjes, lekker doen. En dat is één kant van hem. Dat is één kant van het verhaal.
Maar hij heeft ook een andere kant van het verhaal. En dat is dat hij in een hele moeilijke tijd leefde, wanneer de Sovjet-Unie er nog was. Als communist heb je niet veel te delen. Iemand die hoger stond, die bepaalde gewoon van, oké, dit krijg jij, hier mag je van leven, dit moet je doen voor ons. En het boeit ons helemaal niet, maar we willen het gewoon op deze manier hebben. Gewoon dictatuur, weet je wel. Ja. Maar hij kwam pas echt een beetje op rondom de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, daar een beetje tussenin. Meer richting de Tweede Wereldoorlog. De wereld veranderde, weet je wel. Er was veel meer leed, er was veel meer pijn, er was veel meer horror. En dat waren natuurlijk ook allemaal dingen wat de componisten ook meemaakten. Zij zochten natuurlijk zelf ook allemaal manieren om al die emoties te kunnen verwerken. Want ja, je vrienden die verlies je, je familieleden verlies je. Ja, hoe ga je ermee om? En toen was eigenlijk een soort van heel nieuw muzikaal tijdperk ontstaan. Waaronder dus ook Stravinsky bijvoorbeeld ook onderdeel was. En dat was dus het expressionisme. En het expressionisme, dat betekent eigenlijk iets dat je als creatieveling, in dit geval dus Shostakovich, elementen van wat buiten jou zelf gebeurde, dus echt de wereld, weet je. Je had al die oorlogen, je had al die bederven, weet ik veel wat allemaal wat er was. En daar maakte hij dus weer muziek op van, zeg maar, als inspiratie. Dus je hebt bijvoorbeeld de andere kant van het spectrum, heb je dus bijvoorbeeld de impressionisme. En daar heb je bijvoorbeeld een Ravel of de Satie of daar heb je juist weer de Debussy. En die waren heel erg vanuit zichzelf muziek aan het maken. En achter een soort van een kunstenaar die een beetje een soort van mooie paintings aan het maken was, weet je wel. Maar dit is dus de andere kant. Dus veel meer horror, veel meer bombastisch, groots, oorlogsmuziek. Dus alles wat van de wereld kwam, dat dook zeg maar echt in zijn ziel. En daar ging hij dus allemaal verschillende soorten muziek van maken. Eigenlijk ook gewoon een beetje early punk. Ja. Punk is ook altijd van, als het naar de wereld slecht gaat, dan wordt punkmuziek beter. Zeker, ja, het is wel echt zo, ja. Het is een tegenbeweging van hoe mensen zich eigenlijk voelen, weet je wel. Van in een situatie waarbij het allemaal niet zo lekker gaat, ja, weet je wel. Voor het volk spreekt. Shostakovich zelf, ja, zat hij ook echt midden in de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk op het moment wanneer de Duitsers Rusland binnenvielen in de Leningrad, zat hij eigenlijk ook in een scenario waarbij hij dacht van, ja, shit, wat moet ik nu? Ik kan niet veel doen. Dus een van zijn opties was, nou, muziek maken. En tussen al die bombardementen door, heeft hij dus gewoon het zevende symfonie geschreven. Rot op. Ja, dus er waren dus ook momenten dat wanneer de bombardementen er waren, hij zijn laatste bar, zeg maar, afschreef. Het aan de kant zette, het verstopte ergens. Ja, en een soort van weer schutting ergens anders ging zoeken, omdat het gewoon gevaarlijk was. En dat ging de hele tijd zo door. En ja, het is een enorme prestatie, omdat het is niet alleen zeg maar een stuk muziek wat hij schrijft, maar het stond ook best wel symbool voor het volk van Leningrad, dat hij iets had gemaakt in de tijd van de oorlog, waar mensen ook echt trots op konden zijn. En het was eigenlijk een soort van, ja, een verzetcompositie. Zeker. Dus, het wordt niet echter dan dit, man. Nee, ja, ik precies dat. Het wordt niet echter dan dit. Ja, wij kunnen dat helemaal niet voorstellen in een land waar, ja, als Nederland, waar alles zo veilig is. En we maken punkliedjes over de huizenmarkt. En ja. Ja, nee, precies. En over belastingdienst en zo. Nou, het Philharmonisch Orkest, dat kon dus het zevende symfonie van Shostakovich niet uitvoeren. De meeste mensen waren doodgegaan, weet je, of waren ziek. Of dat was het allemaal niet. En daar is ook nog een quote van. Oefenen heeft niet plaatsgevonden. Schabian is dood. Petrov is ziek. Borisov is dood. Orkest werkt niet. Ja. Maar ook gewoon met die namen van hun. Echt like the typical Russian names. Zeg maar echt de typische Russische namen. Ja. Maakt het zeg maar nog zo'n soort stevigere. En het komt nog dichterbij daardoor. Ja. Ook, weet je wel. Oh mijn god. Vervolgens is hij dus wel op zoek gegaan naar allerlei verschillende mensen. Die nog wel in de buurt waren. En die ook een instrument konden spelen. Maar het is uiteindelijk hem wel gelukt om verschillende mensen bij elkaar te schrapen. Dus gewoon letterlijk mensen van het radio orchestra. Die op dat moment als militair functioneerden voor Stalin en het verdedigen van Leningrad. Het is echt een bizar verhaal. Ze hebben strijders in het orkest gewoon. Ja. Heftig. Maar het is uiteindelijk dus wel gelukt om iets tofs neer te zetten. En dat hebben ze dus ook live gedaan op de radio door heel Sovjet. Sick. Tijdens de bombardementen. Want ja, Rusland werd helemaal gewoon kaal gemaakt. Gewoon door de Duitsers destijds. Ik vind dat we dit moeten krijgen in geschiedenisboeken op school. Ja, ik vind het ook, ja. Maar helaas staat het er niet in.
Nou, het was een hele emotionele, impactvolle performance geweest. Omdat het eigenlijk ook een soort van als propaganda werd gebruikt door Stalin. Destijds. Dat stuk zelf? Ja. Zo van, Hitler kan komen, weet je al. Iedereen kan aanvallen. Pull op, kom maar. Kom maar op, maar wij hebben... We hebben Shostakovich. Sick. Ik zou bang zijn. Als dat jouw stuk is, waar jij zeg maar mee zegt van... Hey, kom maar deze kant op. Ik zou blijven. Ik zou niet die kant op gaan. Ze hadden een soort van artwork hadden ze laten maken. Waarbij je Shostakovich in een soort van... Ik weet niet, het is een beetje een soort van brandweerlieden... / soldatenpak zag. En dat daar ook echt stond... This is the fireman. Dit is de man die zeg maar al die bombardementen kan absorberen... en daar zieke muziek uit kan maken. Dat is zo sick. Oh, what a legend. Ja, maar dat was het initiatief van Stalin, hè? Dus dat was niet per se het initiatief van Shostakovich zelf. Shostakovich schreef eigenlijk onbewust al heel veel protestliederen. Composities, concerto's of ja, symfonies. Daarvan was de zevende dus ook eentje van. Het was niet alleen een protest richting Hitler... met alle bombardementen die er waren in Leningrad... en alle leed wat er was. Maar het was indirect was het ook gewoon een link... naar hoe hij zich voelde richting Stalin, de onderdrukker. Dus een verzet. Ja. Verzetscompositie. Ja, tuurlijk. De compositie werd ook door Stalin gebruikt als propaganda weer. Dat is zo crazy. It backfired. Ja. Je grootste vijand luistert naar jouw stuk. Precies. Gebruikt jouw stuk voor zichzelf. Ja, terwijl jouw stuk niet alleen voor Hitler was geweest, maar ook een soort van als protest richting Stalin. Maar Stalin heeft dat nummer alsnog wel gebruikt om te laten zien aan de wereld dat ze sterk staan tegen Hitler en de Duitsers. Shostakovich was dus iemand die eigenlijk altijd te maken had met een bepaalde propaganda. Of met het regime dat boven hem stond. En ja, hij mocht dus bepaalde dingen nooit doen. Een van de dingen die daardoor erg terugkomt is dat in zijn muziek is er altijd een vorm van protest. Het kan heel subtiel zijn. Het kan heel erg direct zijn. Maar hij kan nooit toegeven dat hij dat heeft gedaan. Ah. Snap je wat ik bedoel? Anders gaat zijn kop eraf. Precies. Nou, dat niet alleen, maar ook zeg maar... zijn familieleden. Want ja. Stalin heeft ook ooit gewoon zijn zus en zijn schoonbroer gewoon gearresteerd uit het niks. En die zijn dan afgevoerd. En ik weet niet per se of ze ook weer terug zijn gekomen, hoor. Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ja, dus destijds in Rusland of in de Sovjet-Unie werden eigenlijk alle mensen die zich misdroegen, die moesten allemaal naar Siberië toe. En daar werd gewoon... ja, denk ik, koud gemaakt. En ze kwamen nooit meer terug. Gestoord. En wij maar klagen over 360 deals. En ja. Percentages. Ja. Ja, ze pakten daar niet eens percentages. Ze pakten gewoon je zus. Ja. Holy shit, je nicht. Holy shit. Ja, het is echt bizar. Heftig. Dus dan heeft componeren wel een hele andere lading. Ja. Maar ook het overleven. Niet alleen componeren, maar gewoon het overleven daar ook, weet je wel. En, ja. Weet je, tegenwoordig heb je natuurlijk ook te maken met veel... popmuziek waarbij een bepaalde tegenbeweging is geweest voor bepaalde events in de society. Bijvoorbeeld een All Right van Kendrick Lamar. Oh ja, ja, of police brutality. Precies. Ja. Machtmisbruik. Te hard handelen. Ja, zeker. Ja, en klopt. De I Can Breathe van Beyoncé. Oh ja. Oh, dat is niet eens door, joh. Nee. En natuurlijk, ja, This is America. Oh ja, ja, heel veel daar gelukkig. Heel veel daar gelukkig, maar gelukkig, ja. Oh, dat is echt Europees om te zeggen. Nou ja, kijk, weet je, dat is toch ook... Het is toch vaak... Ja. Als je niet in een bepaalde omgeving bevindt, dan weet je ook niet hoe het is. Daarom zijn dit soort nummers zo belangrijk om ook een soort van statement te maken van... Oké, dit is een tijdperk waarbij dit is gebeurd. Ja. We moeten ervan leren en we moeten weer doorgaan. Ik wist die van Beyoncé, wist ik niet eens. Nee? Nee, maar ik weet niet of ik het gehoord heb, vast wel. Maar ik heb ook niet het idee dat nummer echt super bekend is geworden ten opzichte van All Right of This is America. Ja, die zijn wel echt gigantisch. Zo, heb je niet een nummer wat het meest bij jou is gebleven? Dus het kan een harde beat zijn, maar het kan ook het verhaal zijn, zeg maar, weet je wel. Ik ga denk ik voor een Nederlandse. Oké. Okay. Ik denk ik ga voor Witlof van Fresco. Oké. Okay. Ja, ik denk Witlof van Fresco. Ja. Het ging over dat hip-hop en R&B gewoon niet op de radio, zeg maar. Ja. Maar het is me echt goed bijgebleven, want het is een best wel grappig nummer ook. Zeg maar, er zit humor in, laat me het zo zeggen. Ja. Maar het is echt een goed nummer. Oké. Ja. Ja,
Ja, ik vind dat Fresco dat altijd wel goed doet, hoor. Hij kan echt heel goed, zeg maar, dat soort, zeg maar, dingen aanspreekbaar maken. Of zeg maar. Ja, dus het vorm van satire, protest, maar ook gewoon kunst. Alles komt bij elkaar, ja, bij hem, vind ik. Ja. Ja. Hoe zit het eigenlijk een beetje met je eigen muziek? Ik heb één track en het heet Mm-mm. Er staat ook op mijn arm getatoeëerd. Okay. H-M-M-H-M-M. En een hele nummer gaat over... ben ik aan het neuren. En het lijkt, zeg maar, alsof het, zeg maar, nergens over gaat. Ja. Pas op het einde leg ik uit van... hey, het betekent het mooiste met het minste maken. Oh. En ik had op die clip had ik ook, zeg maar... zo min mogelijk uitgegeven om die clip te maken. Allemaal dat soort dingetjes. Maar de tweede verse... die sloeg echt gelijk kick in de door van... hey, ik zei toen F de media. Dan zeg ik hard, dan zeg ik luid. Ze zitten op mijn huid, maar... volg er niet eens met mijn huid. Oh. Dat was echt een line van, hey, elke als ik, zeg maar, erin zit of een media ding, dan word ik altijd slecht neergezet. Ja. Zeg maar, ik als persoon en ik als, zeg maar, rappers bijvoorbeeld, of meeste artiesten, zeg maar. Ja. Als je erin komt, is het, ja, dan heb je iets gedaan of zo, toch? Dat was gewoon even een statement, omdat ik besefte gewoon om me heen van, ah, dat gebeurt bij iedereen. Mm-hmm. Niet alleen bij mij. Of ik een fotoshoot heb, dan de grading, dus de kleurencorrectie, die past gewoon niet met mijn huid. Bijvoorbeeld denk ik van, joh, dan stuur je even iemand in die het wel een beetje beter begrijpt, weet je. Ja, ja. Dus ik had die tune moeten maken. En toen had ik een show gegeven in Tivoli. En ik moest optreden voor, zeg maar, voor de media. Voor de media. Gewoon iedereen die daar werkt. Ja. In een van de grootste mediapartijen van Nederland. Ja. Iedereen die daar werkt, die was daar. Ja. En voor hun moest ik optreden. En ik keek mijn manager aan en mijn DJ aan en zei ik van, yo, we gaan die tune doen. Ja. En elke keer als ik die tune doe, dan wijs ik een middenvinger van, fuck me, ja, zeg hard, zeg maar. Ik zit op mijn huid, voelt die op mijn huid. En ik meen het. Ja. En dan ga ik uitleggen waarom, van, hey, dit en dat en dat. En we hebben die tune gedaan. Echt 3 keer. En toen, ja, goeie reacties. Ik denk 1/10 die zei echt van, weet je wat tegen wie hij, zeg maar, nu die show doet. Ja, ja, ja. Maar 19e, die ging zo van, ja man, dit hadden we, dat moesten we even horen en zien. We zijn het met je eens. En, 17, want dit is best wel goed neergezet. Zeker, absoluut. Ja, ik zie de verandering wel, man. Dus ik ben blij dat het activisme, zeg maar, wel werkt als je het goed doet. Ja, applaus, man. Hé. Hey. Applaus. Ja, naar hun ook, ja. Ja, nee, zeker. Je hoeft er ook niet open voor te staan. Hè? Een artiest die in je gezicht gaat zeggen... fuck jouw bestaan. Dat is heerlijk. Shostakovich, die stond dus bekend om zijn verschillende soorten manieren van componeren. Dus het feestelijke, maar ook juist het hele bombastische. Maar hij was altijd heel erg geïnteresseerd ook in Amerikaanse muziek. En dat mocht niet. Er is een nummer, wat heet T for Two. Wat destijds een enorm, ja, bekende Broadway nummer was. T for two. Ja, als een T voor twee. Yes. Oké. Okay. Yes. En die gaat een beetje zoals dit. Heel simpel, hè? Is dit Dimitri? Nog niet. We zijn... Dit was een nummer. Oh, dat zou heftig zijn, hè? Dit is een nummer wat dus gemaakt is voor een Broadway musical. Maar het bizarre van dit nummer is dat Shostakovich dus zelf naar een concert is gegaan met een van zijn docenten of een van zijn mentoren. Ze waren allebei echt helemaal, wow, dit is echt een nice stuk, weet je wel. Het voelt anders, gewoon fris. Het is anders dan wat we gewend zijn en zo. En op een gegeven moment zegt zijn docent zo van, maar je weet de melodie toch? Ik geef je 1 uur. Maak er een orkestraal versie van. Ja, moet ik het herkennen al, hè? Nee. Dat is helemaal niks. Oké. Maar zijn docent, die heeft dus aan hem gevraagd of hij binnen een uur... Oh, dat heeft hij letterlijk gezegd. Ja. Oh, dacht je zei tegen mij. Nee. Ik ga niet aan jou vragen om ik hier... Ik kijk naar de klok van, oké, laten we beginnen gelijk. Let's do it. Oké. Maar je moet je dus voorstellen, wij hebben Spotify nu. Dus ja. Als wij een muziekstuk willen analyseren, dan kunnen wij gewoon daarnaar luisteren. Of er zijn partitures te vinden en zo. Ja. Maar dat kon dus destijds niet, omdat het geen Spotify was. Hij heeft dus binnen 45 minuten heeft hij gewoon dat hele stuk gearrangeerd en georchestreerd. Het nummer heet eigenlijk T for Two, maar het is een arrangement van Shostakovich wat Tahiti Trot heet. Wauw. Dit heeft hij in 45 minuten geschreven.
Zieke man. Ja, echt een zieke man. Hè? Zieke man. Ja. En zieke man. Het leuke van het nummer is ook dat eigenlijk als je het hele nummer gaat luisteren, dan zie je dat het een soort van masterclass aan orchestratie is. Omdat hij eigenlijk elk orkest gaat hij door. Want hij denkt niet na over nieuwe melodieën creëren. Hij denkt niet na over nieuwe, ja, het wiel te herontdekken of te ontdekken, zeg maar. Of uit te vinden. Hij is de partij aan het verdelen. Precies. Hij denkt gewoon puur van, oké, dit is het melodietje. En daar gaat hij dus het hele, zeg maar, al zijn instrumenten die hij maar kan bedenken, gaat hij dat proberen in te vullen. Maar het bizarre hiervan was, is dat dit stuk ook echt een succes werd in de Sovjet-Unie. Sick. Ja, dus het werd niet goed ontvangen door Stalin. Omdat hij denkt natuurlijk van, nou ja, doet hij één keer een Amerikaans ding, is het gelijk groot. Ja, want het klinkt te Amerikaans. Ja. Het klinkt te feestelijk, het klinkt niet Sovjet, weet je wel. Dus Stalin heeft tegen Shostakovich gezegd van, hey, luister eens, dit gaan we niet doen, vriend, weet je wel. Ik wil dat je dit nummer gewoon verbrandt. Ik wil dit stuk niet meer zien. Dit is te veel Amerikaanse propaganda. Dit moeten we allemaal niet hebben hier. En ik wil dat je landelijk op de radio je excuses aanbiedt voordat je dit nummer hebt gemaakt. Wauw. Ja. Dat is heftig. Ja. Dus je moet je voorstellen dat elke versie dat hij had geschreven, moest allemaal vernietigd worden. Dus ook de demo's. Ja, ook alles, schrijfwerk. Alles, ideeën, alles moest weg. Wauw. Dan had je zijn docent of zijn mentor. En die is ook best wel rebels. En die heeft ook gewoon dat stuk, heeft hij gewoon ergens voor gevaar voor eigen leven, heeft hij gewoon ergens gewoon verstopt. Dat is zo lijp. Ja. Dat is zo lijp. En later is dat stuk weer naar voren gekomen. En ja, daarom hebben we nog steeds album gemaakt. En ik drop het pas als hij dropt. Ja. In de graf. Ja. Dat is sick, dat is master. Ja, en ik ga gelijk door nu, hè, naar het volgende punt. Want we gaan nu, we hebben de 7e gehad, de 7e symfonie. We hebben nu T42 gehad. We hebben de wals hebben we gehad. Maar we gaan nu naar de 10e. De 10e was een stuk waarbij Stalin een beetje aan het einde van zijn Latijn was. Aan het einde van zijn eigen leven. Tot het moment er is dat hij komt te overlijden. En ja, dat is een beetje driekwart richting het einde van het nummer. En dit is echt een van de meest gewoon bijzondere momenten die ik ooit in de klassieke muziek heb gehoord. Hij heeft dus in dat stuk heeft hij da 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 gecomponeerd. En een da 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 da, dat staat een beetje als een ha 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 ha. En niet alleen dat, hè? Oh, wat een legend. En dat wil ik je eigenlijk nu heel eventjes laten horen. Voor de luisteraars thuis wordt het wat lastiger, dus pauzeer eventjes de podcast en check het heel even online. Yo! Holy fuck! Niet zuinig ook, hè? Gewoon. Ja. Dat is echt lijp. Dat is echt lijp. Dat ja, is echt lijp. Ken je het liedje van Chief Keef? Ha, ja. Ha, ha. Nee. Ha, ha, ha. Ja. Zeg maar, dat is gewoon de voorloper van Chief Keef. Dat vind ik echt wel lijp te beseffen. Dat besef ik nu gewoon, hè? Van, ja, wow. Ja. En dan niet alleen dat, hè? Als kerst op de taart heeft hij zijn eigen initialen in de muziek. En ik ga dat even nu spelen. Dat is een D, een S, een C en een B. Dit is Shostakovich, zijn muzikale initialen in noten. Want je hebt de D, staat voor Dimitri. Dan heb je de S, en dan ga je naar de C. Dan heb je die C nog van de Kov, zeg maar, erin. En dan de B. Maar dat werd in de klassieke Duitse schrift wordt dat als een H ook gezien. Zeg maar. Ja. Dus daardoor heeft hij dus een eigen initialen. Even extra benadrukt na de da 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 da. Toen hij te horen kreeg dat Stalin dood was. Wauw. Hij was aan het dansen op zijn graf gewoon. Maar ook in die tijd mocht hij dus niet toegeven dat hij dat zo had geschreven. Want het was nog steeds de Sovjet. Ja, ja. Dus er waren ook allemaal verschillende soorten mensen van dagbladen en zo. En die zeiden van,
Hey, kom op man. We weten het allemaal man. We weten het allemaal. Je kan hier niet omheen. Maar hij mocht het gewoon niet. Ik zei, weet je hey, gewoon, ik weet niet man. Het is gewoon een D, een S en een, een C en een... Ja. Ja. Ik weet niet, heb je zelf ook wel eens gekeken naar hoe je je eigen initialen kan gebruiken in de muziek? Want ik heb bijvoorbeeld hier voor mezelf, hè, als ik naar mijn naam kijk, ik heet Bo. En op de Franse manier is het dan B-E-A-U. Ik kon niet iets per se iets vinden voor de U. Dus ik heb de B, E, A en de D voor Damien gebruikt. Dus dit is zeg maar... En ik heb even gekeken naar Sor. Ja. Dat is heel kort. Dat is 3 letters. Maar als je bijvoorbeeld naar de toonladder kijkt, dan heb je natuurlijk de do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Zo, toch? Ja, ja. Die heb je. Nou, dan begin je bij de do. Nou, daar zie ik niet iets in van jou. Nee. Maar per se, weet je. Do is leuk, maar het zit niet in mijn naam. Ja, precies. Precies. Maar dan heb ik de re. En toen dacht ik van, hey, misschien kan ik die re gebruiken als laatste punt van sor, re. Want als ik het ook weer vertaal naar het Japans, naar sor. Sore. Sor of sore. Dat ligt een beetje aan hoe je dat wil kan doen. Dus dan hebben we de re hebben we hier. Hè? Nou, gaan we even verder kijken. Do, re, mi, fa, sol. Nou, hey. Die sol heb je hier. Ja. En dat alleen al kan je hem naam in gebruiken. Dus dan kan je sore. Sore kan je ermee zeggen. Maar dan kan je bijvoorbeeld die sol, re achter elkaar doen. En dan heb je dit. Dat is best wel dope, man. Het is wel een A. En A mineur is wel mijn favoriete key om in te zingen. Maar top 3. Ja, je kan wel pakken. Dus als je dan die... Dat is wel mijn shit. Het lijkt me heel erg leuk als ooit misschien een soort van jouw initialen ergens terug kunnen komen in nieuwe muziek of zo. Ik weet niet, ik zat er gewoon aan te denken. Als ik dat doe, dan ga ik jou er stiekem ook ingooien. Ja, doe het. Maar wil je dan deze? Of wil je de mooie variant? Die. Een beetje Satie-achtig. Ja, maar het geeft me ook een beetje Zelda-vibe. Ja! Ja! Heel erg. Ja, man. Daarom vind ik jou zo mooi. Ja. Een beetje Zelda, man. Ja. Nee, zeker. Zeker. Maar... Nu begrijp ik al meer zo graag van Zelda World. Kom, dan ga ik het nog meer. Dan kan ik mijn eigen initialen erin toe passen. Oh, niemand zeggen. Precies. Maar nu weet... Ja. Ja, ja, te laat. Ja, sorry, ik was super, super, super enthousiast om jou te introduceren. Of nou ja, eigenlijk het te pitchen van Shostakovich. Want ik heb zoveel gelezen over hem. Ik heb zoveel geluisterd ook van hem. En voor mij is het echt een enorme inspiratie. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij er naar kijkt. Ben je down of ben je niet down? Down, 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 ja, down, 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 down. Ja. 100% down. Hij zegt gewoon fuck you tegen iedereen met wie hij werkt. Ja. Letterlijk Stalin. Dan ben je gek in je hoofd. Ja. Hij komt op voor het volk. Zeker. Hij heeft gedanst op zijn graf. Heel petty. En ik zeg eerlijk, allemaal dingen die... Ik zie mezelf erin. OG. Ja, ik, OG. Zie, ik kan het begrijpen. Ik kan het heel erg waarderen. Ja. En... Hij is een fucking legend. Thanks voor luisteren, man. Ja, ik ben helemaal erin, man. Zo, ik ga walsen naar huis straks. Ja, toch. Oké. Thanks voor het luisteren. Voor een verdere deep dive kun je terecht in onze Classics playlist op Spotify. Met alle nummers uit de afleveringen. Wil je geen componist missen? Like en abonneer je dan op Classics in je go-to podcast app, YouTube of op NPO Luister.